En ik kan u vertellen dat zojuist de ravitaillering geweest is. Die is niet geweest voor de rally, maar daarover zometeen. Er is zojuist de ravitaillering geweest en vlak voor die ravitaillering reed Henny Kuiper lek. Inmiddels is de kalans weer volledig hersteld. Een lekke achterband trof Henny Kuiper en dat is al de tweede die even toch het ritme breekt. Het is zo dat bij die ravitaillering iets bijzonders gebeurde. Er werd namelijk niet geravitailleerd. Ruud Bakker, kun jij uitleggen waarom er niet werd geravitailleerd zo net door de rally? Het is dus altijd zo bij ravitaillen. Mensen gaan van tevoren al denken, daar komen ze, daar staan ze met de zakken. Ze zijn dus afgeleid. Bovendien, de cadeaus die raakt verstoord. En we hebben dermate goede producten dat we pap hebben gemaakt. Ze zijn dus gemonteerd met twee bidonhouders. Eén met thee citroen en de andere is met de pap. Onder andere Bambix. Glucose en honing, dat zijn de belangrijke elementen die daarin zitten. Oké, Ruud Bakker, dus toch een beetje ritmeverbreking door die lekke band van Kuiper. Maar verder toch de reddingsploeg weer volledig in cadans. Nu helemaal mooi gaand met daar Henk Lubberding op kop. We gaan eens even kijken bij Theo Komen. Theo Komen zit voor de ploeg van Rally en met bewonderende verslaggevers hier vlak voor deze ploeg. Maar wat is er gebeurd? Henny Kuiper kreeg de lekke band. Vier man stopte af en vijf man onder leiding van Henk Lubberding en Gerry Kneteman gingen gewoon door in hetzelfde tempo. Een fantastisch gezicht was dat. Als je dat vergelijkt met de wanorde die ontstond naar de lekke band van Tevenet en de ploeg van Peugeot, dan zeg je wat is dat een schitterende organisatie die Peter Post schitterend heeft voorbereid. Vijf man dus bleven op kop rijden in dat hoge tempo en binnen de minuut kun je wel zeggen, doken die andere vijven weer op neer en zo komen ze hier aandraven. Tien man op een rij. Klaus-Peter Thalen gaat straks weer de leiding overnemen. De leiding overnemen van Gerry Kneteman. Een schitterend gelijkmatig tempo ontwikkelen deze mannen van de rally. En ze hebben op dit ogenblik een achterstand op Peugeot van 2 minuten, nauwelijks 2 minuten nog, 1 minuut en 55 seconden. Ze zijn met 7 minuten achterstand per stap gegaan. En dat zou dus betekenen dat ze over 20, 25 kilometer op de Peugeot's van Bernard Tevenet kunnen neerstrijken. Een prachtig object dus voor de ploeg van Peter Post en een prachtig ook vooruitzicht. Wel, misschien heeft Mieke van die zon wel voor ons verteld hier bij de aankomst, want de bewolking is inderdaad gebroken, inderdaad met veel regen is gevallen en nu gaat er inderdaad een schuchter zonnetje schijnen en dat is maar goed ook, want over die aankomst wil ik nog graag even een paar dingen kwijt. De aankomst is hier op een paardendrafbaan, een soort duindicht zou je kunnen zeggen, maar dan iets van mindere kwaliteit. Het is een simpelbaan die erg nat was geregend en die dus vol plassen en kuilen zat vanochtend. Nu is hij door de zon en de wind snel aan het drogen. Maar op die simpelbaan moeten de renners bij aankomst maar liefst zo'n 5 kilometer afleggen. 2,5 ronde namelijk. En 1 ronde is ongeveer 2 kilometer. En dat zou, we hebben al wat berichten gehad over lekke banden, nog wel eens een rare situaties kunnen gaan leiden hier bij die aankomst. Overigens hebben we hier de eerste tussenmeldingen gekregen na 109,5 kilometer koers. Tussenmeldingen dan voor zover die van belang zijn. En een eerste voorzichtige conclusie daaruit mag zijn dat Lucien van Impen en zijn mannen erg goed blijven doorgaan. Want de voorsprong ten opzichte van, om maar eens wat te noemen, de ploeg van Freddy Maartens en Michel Pollentier, die na 77 kilometer 1 minuut 56 bedroeg, is inmiddels opgelopen, schrikt u niet, tot 3 minuten en 13 seconden. En dat is natuurlijk wel een tegenvaller voor de ploeg van Maartens. Ook de voorsprong die de mannen van Impen hadden op de ploeg van Zoetemelk is groter geworden. Die voorsprong was 2 minuut 33, is nu 3 minuut 26. Maar het betekent wel dat Zoetemelk in de buurt gaat komen van de tijd van de ploeg van Freddy Maartens. Maar laten we het niet al te ingewikkeld maken. Lucien van Impen, anders gezegd de CNA-ploeg, blijft het vooralsnog erg goed doen. De tussentijd van de rallyploeg op 109,5 kilometer hebben we nog niet. Zodra die er is, dan krijgt u die uiteraard van ons door. Maar een kleine indruk hoe het met rallykraat kunt u ongetwijfeld nu al krijgen van Theo Komen. 104 kilometer heeft de Peugeot-ploeg van Bernard Tevenet afgelegd. En de ploeg heeft nog maar een voorsprong van, u hoeft niet te schrikken, u kunt alleen maar blij zijn, van 30 seconden. Op de ploeg van Peter Post, die in gestrekte draf nadert. De kloof bedraagt niet meer dan zo'n 300 à 400 meter. En over een paar minuten zal dan een samensmelting de tijd zijn. En dan is het de vraag hoe de Peugeot-ploeg zich houdt. Of ze zich inderdaad keurig langs recht langs de weg gaat te begeven. Om dus de equipe van Peter Post doorrang te verlenen. Inmiddels worden wel alle maatregelen getroffen, dat kan ik u zeggen. Op kop van de rallyploeg, op dit ogenblik. Henny Kuiper is de kielzog en die Kneteman, dan Thalen en Henke Lubberding. Dat zijn de mannen die op dit ogenblik het kopwerk verrichten. Het is een schitterende fase van deze wedstrijd. Dat ik dat even vaststellen. Terwijl de Peugeot hier vlak voor mij nu, nog maar 200 meter voor mij, aan het fladderen zijn en eigenlijk niet goed raad weten met de situatie. Zie ik achter mij die schitterende slangen aankomen. De kruipen door de bochten, want ze vliegen door de bochten. En over enkele ogenblikken dus zullen de mannen van Peter Post deze Peugeot-ploeg passeren.
Hoe is het mogelijk met Bernard, met Desclotsaar, met al die grote mannen waarvan we gedacht hadden dat zij er dan iets goed partij zouden kunnen geven? Ze zijn nu onder de viaduct doorgegaan. Ik kijk achter mij. Nou, het is nog maar een afstand van 300 meter. En over een paar minuten hoop ik u verslag te kunnen uitbrengen van de samensmelting en hoe het dan allemaal in zijn werk zal gaan. Tot zover Theo Komen. Ze zijn inmiddels gepasseerd in een razend tempo en vertwijfeld vonden een paar van de Peugeot-jongens even naar hun hoofd, onder andere Bernard Tevenet. En ja hoor, de trein, mag ik wel zeggen, de trein van Peter Post is langs zij, is nu voorbij. En daar komen ze op een avond. Het is een schitterend gezicht. Ik heb het woord schitterend ook al verschillende keren gebruikt vanmiddag, maar dat mag hem de pret helemaal niet drukken, hoop ik. Ook voor u niet, hier langs de bloeiende boomgaarden, langs het graan, langs de korenveld inderdaad, langs de weilanden, daar stroomt die trein door van Peterpost. En het is toch altijd een langgerekte trein, niet alleen, maar een gesloten trein ook, zodat niet geen enkele wagen ontspoort, als ik die vergelijking mag doortrekken. De Peugeot blijft nu al 50, 60 meter achter. Ik ben uiterst benieuwd hoe de situatie straks zal zijn, of de volgwagens van Peterpost allemaal mee mogen, of ook de verslaggevers mee mogen, want er zitten daar een stel verslaggevers achter, zeg. Dat is fantastisch. In elk geval, de mannen van Peterpost hebben 6 minuten goed gemaakt op die kerels van Bernard Tevenet, de grote verslagene van deze middag. Hoe dan ook. De vloer tijd. De spanning stijgt enorm, kan ik zeggen. Ik heb u daarnet de melding doorgegeven van de passage naar 77 kilometer. En toen gezegd dat de ploeg van Peter Post als tweede doorkwam met een achterstand van 27 seconden op de ploeg van Lucien van Impe. Ik heb nu de tijdmelding van 109,5 kilometer. En we hadden allemaal een beetje gehoopt dat Rally misschien op dat punt al de eerste plaats zou hebben overgenomen. Wel, dat is niet het geval, zei het, dat de achterstand wel kleiner is geworden. Nog steeds aan de leiding, na 109,5 kilometer, de ploeg van CNA Lucien van Impe. Op de tweede plaats de ploeg van Peter Post met een achterstand van 18 seconden. Een achterstand van 18 seconden. Op de derde plaats de Flandria ploeg van Maarten de Vollentier met een achterstand van 3 minuten en 13 seconden. Op de vierde plaats de ploeg van Jorg Soetemelk met een achterstand van 3 minuten 26. Op de vijfde plaats de ploeg van Bernard Hinault met een achterstand van 4 minuten en 8 seconden. Op de zesde plaats Lejeune met 6,21 als achterstand. En op de zevende plaats de ploeg van de arme Bernard Tevenet met een achterstand van precies 6,5 minuut. Het gaat dus heel duidelijk om de overwinning vandaag tussen de ploegen van Peter Post en die van Lucien van Impe. Dat is de grote strijd die ons nog te wachten staat op de laatste kilometer. We gaan het even informeren bij Theo Komen naar de situatie bij Rally. Ik heb een brutaal weg laten afzakken tot achter de ploeg van Peter Post. Die in het schitterend tempo, en gebruik weer het woord schitterend, ja dat ligt hij dan op zo'n middag in zijn mond bestorven, een helmtje beklimt onder leiding, als ik het goed heb gezien van Paul Wellens. Peter, ik heb nieuws voor je. Je weet het zelf nog niet, maar je zit vol spanning. Jullie hebben op dit ogenblik, en dat is na 109,5 kilometer, nog 18 seconden achterstand, als ik het goed heb opgevangen bij Enzo Bakker, op de ploeg van CNA. Ja, dat is een mooie positie en we hebben nog 30 kilometer te doen en we gaan nu er een beetje aan trekken. We hebben altijd op reserve gereden en we hebben de mannen die we sparen voor de finale, die komen nu in gang. En die jongens die slecht zijn moeten alles rijden en proberen zo nog die 18 seconden weg te halen. Want dit is natuurlijk een hoop tijd te verdienen vandaag en als we die tijd weer winnen, komen we weer terug in het geel. En dat is een belangrijk iets. Wil je daarmee zeggen dat jullie niet al te snel vertrokken zijn? Wij zijn niet snel vertrokken, we hebben altijd de tijden bekeken. We zijn niet van plan om die hele ploeg uit elkaar te trekken hier, zomaar een dag in de Tour de France. Want er komen nog zoveel dagen. We hebben altijd op reserve gereden. Als het nodig is, zullen we een tandje bijzetten. Dat doen ze nu. Ga je straks dat die jongens ook zeggen, of weten ze dat vanzelf? Ja, maar ze weten het al. Ik wist het al van die 18 seconden. Wat mij gefrappeerd heeft, dat de laatste voorstelling voorbij. En er zit er misschien een vraagje aan vastgekoppeld. Toen de Harry Kuiper lek reed, toen bleef de 5 man voorop rijden. En er werd door 4 man bijgestaan. Was dat van tevoren besproken? Uiteraard wel, denk ik. Ja, dat hebben we ook met Kleedeman gedaan. Dat was onze tactiek. Het is geloof ik het beste systeem om dat te hanteren. Dat je vervolgens toch het tempo erin houdt. 4 mannen die goed zijn, moeten een huil laten zakken. Die zijn niet aangewezen, maar dan moeten ze zelf aanvoelen. En die moeten dan wachten op de man die lek gereden heeft. En zo is het ook goed verlopen, want je moet proberen het tempo erin te houden. En dan moeten die mannen vervolgens doen. Niet het tempo wat er aangegeven was, maar iets terug. En dan komen ze weer bij en dan komen ze weer goed in het tempo. Fantastisch, hè? Dit was de uitleg van Peter Bos. Nou, ik dacht dat het ontzettend duidelijk was. We hebben dus nog zo'n 30 kilometer te rijden. Wat de spanning in deze tijd is van Bloemen. Lucien van Impe, dus de boel van CNA, waar we rijden hier door het wondermooie noordwesten van Frankrijk. Heldere vergezichten, kleurige schilderijtjes, zou je kunnen zeggen.
En dan leveren zij zich daarin voor beweegt, de trein van Peter Vos. Peter, is het je bedoeling om in de laatste fase zes man vooruit te sturen? Ja, we moeten in ieder geval met vijf man binnenkomen, maar we houden altijd één man in reserve voor defect. Dat kan gewoon gebeuren. Maar we blijven toch minimaal met man over. Ik heb de indruk dat de taal dat enigszins zijn moeilijkheden verkeert. Ja, hebben we in het begin ook al moeilijk gehad, hebben we nu ook moeilijk. En het is een punt of je erbij kan blijven natuurlijk, maar als taal hierbij blijft, hebben we allemaal grijze mannen die dan in het geel gaan. Als we winnen tenminste, moeten we wel winnen natuurlijk. Ja, natuurlijk. Nog even voorzichtig blijven. In elk geval zijn mogelijkheden voor Gennie Kneteman om vanavond in de gele trui te komen. Die mogelijkheden, maar u hoort er straks meer over. Dit is een vlak voor de aankomst van de CNA-ploeg van Lucien van Impenodemin al 50 gestart, maar nu als eerste over de finish gaat binnen enkele seconden nog 1, 2, 3. Ja hoor, nu zijn ze gefinished en het is Joseph Ruyère dan aan de leiding van de groep en ook Van Impen zat daarvoor in natuurlijk. Want de eerste vijf mensen die krijgen de bonificatie straks. En het is toch wel opmerkelijk dat een ploeg die als zesde is gestart, als vijfde is gestart, moet ik zeggen, nu als eerste aankomt. De eerste die hier op de baan aankwamen, dat waren de mannen van Kast. Dat wil zeggen een vijftal mannen van Kast. Vijf arme Spanjaarden, moegestreden Spanjaarden. En luttele seconden nadat zij hier op het Sintel waren verwelkomd door het publiek, was daar een 10-man sterke CNA-formatie. En dat was natuurlijk een hele andere koek. Een schitterende formatie zoals we hier over die baan zijn gegaan. Terwijl nu ook de Kastmannen, de vijf Kastmannen zijn gefinished, is het een geweldige prestatie van de CNA-ploeg. Enfin, de mannen zijn binnen, de eerste twee ploegen zijn gefinished. Ik heb mijn stopwatch ingedrukt op het moment dat nummer 5 van de CNA-ploeg over de finish ging. Maar die tijd is bepalend. Ik laat het doorlopen tot het moment dat de nummer 5 van de ploeg van Peter Post doorkomt. En dan weten we exact wat er allemaal aan de hand is vandaag. Ici, Radio Tour de France. Ze bakker, we hoorden er straks dat de eerste vijf mensen van de ploeg van belang zijn voor de tijd die de ploeg scoort. Maar wat gebeurt er met die andere vijf, Heinze? Krijgen die hun eigen tijd gewoon toegemeten voor het algemeen klassement? Wat is daarmee aan de hand? Nee, dat is niet het geval. Die mensen die tellen helemaal niet mee voor het algemeen klassement. Het is wel zo dat ze op tijd binnen moeten komen. Dat wil zeggen gewoon binnen de tijdslimiet. Dat is al naar gelang de gemiddelde tempo's die gereden worden. 20, 21 of 22 seconden van de tijd van de winnaar die ze achter mogen blijven, maar dat telt voor het algemeen klassement helemaal niet mee. Ik kijk nu naar de finish van de ploeg van Job Zoetemelk. Job Zoetemelk die zelf als eerste over de streep gaat samen met Barry Hoben. En ze zitten ruim 10 minuten achter de finish van de CNA-ploeg, terwijl ze 6 minuten daarna gestart zijn. Met andere woorden, ruim 4 minuten hebben ze verspeeld in deze tijdrit op de ploeg van CNA. Goed, nog even afmaken over die achterblijvers. Ze moeten dus gewoon binnen de tijdslimiet binnenkomen, dan is er niks aan de hand. Dan verandert het in hun algemene klassering helemaal niets. Het is zo dat de renners die vandaag bonificatie verdienen, dat die bonificatieminuten, eventueel seconden, worden afgetrokken van de totaaltijd die ze tot en met de dag van gisteren hadden. De overige renners houden gewoon de tijd van gisteren. We gaan nog even kijken bij Theo Komen. Zojuist heeft de ploeg van Peter Post de 20 kilometer lijn gepasseerd. Dus nog 20 kilometer af te leggen in deze moordende tijdrit voor de ploegen. Paul Wels is op 26 kilometer voor de finish van het peloton afgefladderd. En zojuist heeft ook Gerben Kastens moeten afhaken. Doordat er 8 man in de race zijn overgebleven. Met Klaus Peter Thaler al geruime tijd als achterste man. Veel moeite hebben om het tempo te volgen. Maar die man wil vanavond natuurlijk wel in de gele trui worden gehezen. Zodat dan iets tenminste deze ritten zouden winnen. Er zijn opwekkende berichten, maar dat zijn niet meer dan geruchten. Pas over een pakweg een minuut of 15 zullen we weten of de rally's inmiddels erin geslaagd zijn de ploeg van CNA te passeren. Althans, wat de tussentijd op de 140 kilometer betreft. Tot zo dan. Theo Komen in enorme spanning en die spanning wordt dan vergroot omdat er een motorordonnantie hier neergestort is en een enorme opstopping hier veroorzaakt heeft achter het pelotonnetje van de ploeg Peter Post. De man is inmiddels opgeraapt, zou je kunnen zeggen. Zijn motor ligt trouwens nog hier dwars over de weg, maar wij zijn er inmiddels voorbij en we vinden ons in het peloton van auto's en de motorrijders die allemaal zojuist de ploeg van de TVD hebben gepasseerd. Afhankelijk mocht dat niet, maar op een gegeven moment heeft Felix Levital gezegd vooruit maar jongens, want de afstand wordt toch te groot. Voor TVD en zijn mannen om de ploeg van Rally nog te bedreigen. Of zelfs wel lastig te zijn voor deze equipe van Peter Post. We zullen straks de auto van Gerard Koel die staan. Op 140 kilometer om precies te zijn. We zijn bezig met de beklimming op dit ogenblik. En Gerard Koel heeft de tijd afgedrukt van de ploeg. Onder andere van meneer Punten van de CNA ploeg dus. En alles is goed om Gerard Koel te pakken. Hebben. Ja, rijden maar Remol. Misschien dat we Gerard Koel in deze uitzending nog te pakken kunnen krijgen. En dan zal hij ongetwijfeld ook de tussentijd genoteerd hebben van de rally's. Peter Post zit met een bit vertrokken gezicht, zit hij in zijn auto. Hij vraagt nog steeds, hoe is het met die ploeg van CNA? Wat is
er met die jongens gebeurd. Hoeveel zijn we achter? We hebben inmiddels misschien enige voorsprong opgebouwd. Hier valt een derde man van de ploeg van Peter Post af. Ja, het is op dit ogenblik uitermate zwaar. In die beklimming. Wie is het? Even kijken. We kunnen hem nu zien opdagen tussen de auto's. Het is Aad van de Hoek. Aad die ontzettend veel zwaar werk heeft verricht op het vlakke. Voor zover er van vlak gedeelte sprake was. En nog altijd zie ik Gerard Kool niet, maar die zal ongetwijfeld op de top van de berg staan. Doe maar door, omhoog en er maar voorbij. We hebben niks te maken met de organisatie op dit ogenblik. En die gaat nu zelf trouwens ook voorbij. Dus hartstikke nee. We gaan. Ja hoor, het is inderdaad weer Félix Lévitant die een beetje boos naar me kijkt. Maar dat mag de plek niet drukken. Hé, hey, rustig maar, Raymond. Rustig, want hier moet Gerard Kool ergens staan. En die heeft al de tijd genoteerd van de ploeg Peter Post. En dat is dan een uitermate belangrijke tussentijd op 140 kilometer. Dus nog 13 kilometer voor de finish. Waar is Gerard Kool? Ik heb hem nog steeds niet te pakken. Hij moet hier ergens langs de weg staan. En hij zal er ongetwijfeld die tijd hebben genoteerd. We zijn nog altijd in die beklimming bezig. Uitermate zwaar. De beklimming die geleid wordt door Gerry Kneteman. Gerry Kneteman die ontzettend sterk rijdt. En van plan is, heeft van plan is natuurlijk zich vanavond in het hele truit te laten eisen. Maar hij heeft nog altijd Klaus Peter Talen bij zich. Die nu langzaam maar zeker zich over de inschikking heen worstelt. En het ziet eruit dat Klaus Peter Talen dus in zijn nabijheid kan blijven. Wat een auto's, wat de motoren, wat de drukte hier op het ogenblik langs de weg. Ja hoor, dat staat Gerard Kool. Gerard Kool gaat dus afdrukken. Wij gaan naar links. Wij gaan naar links. En dan zullen we weten hoe de tussentijd is van de rally in vergelijking tot die van CNA. Uitermate benieuwd. Uitermate spannend. Daar komt Gerard Kool. Gerard komt uit de auto. Ja Gerard, zeg het maar even. De CNA-ploeg gaat 3-21-30 en de rally 3-21-13. Alleen 17 seconden voorsprong voor de rally. Allee! 17 seconden voorsprong voor de rally. Zijn nu pas gaat de finale beginnen. Met nog 13 kilometer in het vooruitzicht heeft de ploeg van Peter Post een voorsprong op de ploeg van Zera. Hartstikke nee, daar gaan we. Ja, nog 6 kilometer zijn er te rijden. En wie gaat er op komt in het ogenblik? We houden niet voor mogelijk. Klaus-Peter Taner. Die man die voelt dat hij in de gele trui gaat worden gehezen straks als hij in die ploeg aankomt. Hij wilde niet van het pelotonnetje afladderen. Hij heeft al 20 kilometer uitsluitend karakter gereden. Die Klaus-Peter Taner begint weer achter op de fietsen, Peter. Maar ik heb je niet in staat, hè, joh. Klaus-Peter Taner, die begint weer achter op de fietsen. Ja, hij heeft een korte inzinking gehad en hij is nu overheen. En nu moet hij ook weer op kop rijden, natuurlijk. Ja, je weet, er zijn nog 6 kilometer te rijden. Zijn die jongens op de hoogte dat ze voorsprong hebben? Ja, ze zijn heel op de hoogte. Ze zijn goed geïnformeerd. Dus nu komt er op aan dat we geen pech hebben meer. We hebben al pech genoeg gehad. En we laten hopen dat we op de baan ook geen pech krijgen. En dan zal het allemaal wel lukken, dacht ik. Je fluistert me zo even toe. We gaan nu pas beginnen. Ja. Wat moet ik daarvan zeggen? Ze doen uitstekend hun beste jongens. Het is een goede ploeg, vriendenploeg. Ze hebben alles voor elkaar over. Hoe ze er eigenlijk allemaal in zitten in jouw garage. Hoe die het weer trekt. Het is gewoon buitengewoon. Ja, fantastisch Peter. Hartstikke bedankt en we gaan achter die 6 jongens aan, op naar de finale, op naar het eindpunt waar Heinze Bakker staat. Nou Heinze, over een minuut of 7 achter kun je deze mannen ontvangen. En dan maar hopen dat ze de tijd in de ploegen ook op hun naam hebben gebracht. Aanzien komen de mannen van Peter Post. Dat wil niet zeggen dat ze nu zo meteen al gaan finishen. Ze zijn ze net aan de overzijde hier, de paardenrenbaan, het hippodroom, zoals men dat hier noemt, opgekomen. Inderdaad, 7 man in een schitterende volgorde. Het is een kostbaar gezicht, maar we hebben meer ploegen binnen zien komen. We hebben zelfs de CNA-ploeg met 10 man binnen zien komen. Dat is natuurlijk nog iets anders. Maar deze 7 man, en u weet, het gaat maar om 5 eerste mannen die iets aan de tijd kunnen verdienen. Deze 7 man zullen het dan moeten maken. En die hebben nog 5 kilometer te gaan op deze baan. Daar hebben ze nu inmiddels de halve kilometer van afgelegd. Met andere woorden, nog zo'n 4,5 kilometer hebben ze te gaan als ze hier zo meteen voorbij komen. Dan zullen ze het bord voorgetoven krijgen van nog 2 volle ronden. En 1 ronde is 2 kilometer. Met andere woorden, ze zijn er nog lang niet, maar ze zijn in ieder geval op de baan. En het ziet er allemaal goed uit. Wel zijn inmiddels gefinished de mannen van Joop Soetemelk, dat heb ik u mogen melden. Ook de ploeg van Flandriaan, Freddy Maartens, die toch met een grote achterstand zijn binnengekomen op de CNA-ploeg. 6 minuut 13. En Soetemelk had een achterstand van 4 minuut 12, zodat Soetemelk, ook Maartens, is voorbij gestreefd. En zojuist is ook gefinished de ploeg van Lejeune op een achterstand van bijna 9 minuten. En dat is natuurlijk ver wegzakken wat deze ploeg betreft. Ik kijk nog even op. Want zometeen moeten dan de rallymannen hier voor het eerst over de finishlijn komen. En dan hebben ze, ik heb het u al gezegd, al 2 ronden te gaan. Dat wil ik nog even met u meegeven. Dan komen ze inderdaad aan en Wolf Verstappen achter die renners. Niet vanwege die renners zelf, maar vanwege de auto's die erachter rijden. Die hier natuurlijk veel stof opwerpen hier. En dan komen ze inderdaad. Klaus-Peter Daalder aan de leiding. En dan Gerry Kneteman. Ja, het gaat voortreffend daar met de mannen. Henny Kuiper zit erbij. Henk Lubberding zit erbij. In een keurige volgorde. En dan inderdaad Talen zich terugvallen. En Kneteman er komt over. Afijn, zo hebben de mannen nog een 2-4 kilometer te gaan. We zullen ze gadeslaan. We blijven ze gadeslaan. En zo gauw ze echt in de buurt van de finish komen, dan meld ik mij uiteraard volop weer. Zeker, het wordt verschrikkelijk spannend, want de mannen zijn nu op het laatste rechte stuk gekomen. In een wolk van stof komen ze eraan, spurt op de finish en ik heb op mijn stopwatch. Maar het is natuurlijk officieus, laat ik dat er vooral bij zeggen. Nog 15 seconden, nog 10 seconden en redden we dit of redden we dit niet? Ja, we gaan het redden!
vijf seconden houden ze over op de vloed van DNA. Dat is toch een geweldige prestatie. Maar wat is het er nou dood geweest? Wat is het er nou dood geweest? Het scheelde maar vijf seconden. En ik dacht eventjes, ik zat in grote angst dat ze het niet zouden halen. Want het ging erg moeizaam op het laatste rechte stuk. Waarin de harde venijnige wintermannen in het gezicht vliegt. En natuurlijk is dat erg moeilijk als je zoveel kracht hebt moeten geven om het laatste rechte stuk. Of tegen die harde wind in te moeten vinden. Maar ze hebben het gehaald. Ze hebben het absoluut gehaald. Dat kan ik u verzekeren. En dat betekent dat Gerry Kneteman of Peter Thaler, een van de twee in de gele trui rijdt. Dat moet Peter Thaler zijn, want die heeft in het klassement na gisteren enige seconde voorsprong op Gerry Kneteman. En hij zat inderdaad bij de eerste vijf Kneteman op. Dat betekent dat nu de ploeg van Peter Forst in het algemeen klassement twee mensen aan de leiding heeft. Op de eerste plaats Klaus Peter Thaler, op de tweede plaats Gerry Kneteman. Maar dat betekent bovendien dat er hier en daar wat klappers zijn uitgedeeld. Want de mannen verdienen hier 2 minuten bonificatie ten opzichte van Impe. Dat betekent, om eventjes wat bespiegelingen over het verdere verloop van die toer te gaan houden, dat Henny Kuiper met de bergen nog in het gezicht, of verre voor het gezicht, 2 minuten winst heeft geboekt. En dat Van Impe die bonificatie krijgt van 1 minuut 20. Met andere woorden, Kuiper heeft 40 seconden winst geboekt op Van Impe. Dat is 1. En op de derde plaats is geëindigd Zoetemelk. Die krijgt er nog een bonificatie van 1 minuut. Anders gezegd, Kuiper heeft 1 minuut winst geboekt op Zoetemelk. Of dat is het vermelde waard. Op de vierde plaats is geëindigd de ploeg van Bernard Hinault, de Renault-ploeg. Die krijgt daarvoor 40 seconden bonificatie. Conclusie, Henny Kuiper heeft op Hinault gewonnen 1 minuut en 20 seconden. En op de vijfde plaats is geëindigd de ploeg van Maarten en Michel Vollentier. En dat levert 20 seconden bonificatie op. Met andere woorden, Henny Kuiper heeft op Michel Vollentier gewonnen 1 minuut en 40 seconden. En dat zijn toch, dacht ik zo, zeer positieve berichten. We gaan driftig rekenen naar de verdere situatie in het algemeen klassement. De eerste twee, weet u talen en Kneteman. We gaan alles even omzetten en kijken wat voor consequenties het allemaal heeft. Als we dat op een rijtje hebben, dan melden we dat graag zo snel mogelijk.